het ziekenhuis werken natuurlijk dokters en verpleegkundigen. Maar dat zijn niet de enige mensen die in het ziekenhuis werken. Nee, want er zijn ook onzichtbare helden. En wat nou als wij vandaag de rol van zo'n onzichtbare held overnemen? Daan, here we come. Ja. Dit is ziekenhuisheld Daan. Daan zorgt ervoor dat als je in het ziekenhuis ligt, je heerlijk kan eten. En dat is belangrijker dan je misschien zo 1, 2, 3 denkt. Daan! Nou, niet zo gillen. Ah, zo. Daan! Ja? Hoeveel koelkasten hebben jullie hier, joh? Ja, 3 koelkasten, supergrote vriezers. Ja, bizar. Het houdt niet op. Hoe groot is deze koelkast? Echt enorm, hè? Wat staat er allemaal lekkers, joh? Kun jij deze kar meenemen? Ja, is goed. Het ziet er allemaal magisch gezond uit, denk ik. Ja, we moeten het zo gezond mogelijk houden. Wow! Ja, welkom in de keuken. Zo, hé. Hier koken we dan voor iedereen. Echt groot, man. Zet hem allemaal lekker hier neer. En dit is gewoon een pan. Ja, als je voor een hoop mensen soep moet maken, heb je ook wel een beetje volume nodig, natuurlijk. Hoeveel mensen zo'n beetje dan? Ik moet wel denken aan een paar honderd. Een paar honderd, man? Ja, zeker. Want dat kan niet op. Als ik voor 4 kinderen moet koken, word ik al gek. Hé, hey, trouwens, waar is Rachel? Rachel! Sorry. Ja! Ik was helemaal druk in gesprek met Daan. Kan je mij nou vergeten? Sorry. Vries. Hey, Daan, ze zeggen altijd, je wordt wat je eet. Ja, dus je wordt ook beter van goed eten, toch? Ja, absoluut. Kijk, iedereen heeft eten nodig als brandstof. Maar met bijvoorbeeld meer eiwitten, proteïne, kan je sneller aansterken. Dus dat is heel goed voor je. En dat proberen we wel zoveel mogelijk te verwerken. Vooral voor mensen die heel erg ziek zijn. Hey, en wat gaan wij eigenlijk doen? Nou ja, we gaan nu met jullie smoothies maken. Hey. Maak jij ooit smoothies? Heel vaak. Jij dan? Ja, ik ook. Elke ochtend. Maar mijn kinderen zijn niet... Ja. Zijn ze er fan van? Nee. Dit zijn Liv en Sapna. Zij gaan de smoothies beoordelen. Zo, waarom lig jij hier? Ik heb CF. Sorry, wat? Jullie hebben normaal slijm. Dat is heel dun, maar van mij is heel dik. En er blijven heel makkelijk bacteriën in zitten. Dan kan ik heel ziek worden. Oh. Ja, cystische fibrose is het. CF. Oh. Wauw. Hi Sapna. En kan je vertellen waarom jij in het ziekenhuis ligt? Ja, omdat ik pubertas heb. Dan groei ik gewoon snel. Dan moet ik om de 10 weken prikken. En heb je er nu ook last van? Ja. Ja? Hoe merk je dat dan? Het gaat wat moeilijker met ademen ook. Mm. Ik heb wel vaak buikpijn en heb ik krampen. Oh, dat klinkt heel vervelend. En lig je daar dan vaak in het ziekenhuis? Ongeveer 1 keer in het jaar. Oké, dat is toch wel heel wat vaker dan gezonde kinderen natuurlijk. Komt die om de 10 weken om echt medicijnen te krijgen? Ja. Wat is de opdracht? Nou, we gaan lekker smoothies maken vandaag. Waar moeten die smoothies een beetje aan voldoen? Ze moeten gezond zijn, ze moeten lekker zijn en een beetje gevarieerd. En ja, het is ook belangrijk hoe ze eruit zien natuurlijk. En het gaat op smaak, toch? Ja, tuurlijk. Wat heb je te doen? Niks. Rachel en Albert hebben de ziekenhuiskeuken overgenomen en maken een smoothie voor de patiënten. Wie haalt het maximale uit de blender en gaat er met de eeuwige roem vandoor? Oké. Sapna en Liv. Even kijken, wat zal ik voor ze maken? Moet dit, oké. Wat een bot mes. Het gaat toch niet op snelheid? Nou, ook wel een beetje, Rachel. Het moet natuurlijk vers zijn, hè, dus... Hey. Je pakt gewoon alle... Je pakt gewoon alle aardbeien. Ja. Dus ik maak vooral gebruik van zoete fruit. Zodat kinderen heerlijk kunnen opleveren. Hé! Hey. Voor jou nog één. Oké. Oh, nu kan ik weer rustig doen. Perfect. We klaar! Hé, hey, wat zag ik nou? Zat je nou aan je vinger te likken? Oh, Rachel. Als jij aan je vinger likt, dan kom maar. Ja. Mijn bacterie, maar... Oh, jouw ziektes. En nu? Ja, maar... En nu? Nou ja, ik zou zeggen, begin lekker opnieuw. Maar al het lekkere fruit is nu weg, hè? Ja, dat maakt niet uit. Dat heb je zelf gedaan. Bootje komt ons een loontje. Begin maar overnieuw. Oké, en als je dan hier ligt voor die prikken, wat vind je dan van het eten? Lekker. In het ziekenhuis, ja? Dat is je lievelingseten? Ik vind vis heel lekker. Ja? Het liefst patat. Ja. En soms eet ik wel pizza's. Hey, moeten wij gewoon heel veel lekkere vette vis in jouw smoothie gooien? Of hoe zie je het voor je? Ik hou heel erg van groentes wel. En ik wil niet dat het te dik is. Wie denk je dat het beter kan koken? Rachel. Ja, zo. Rachel? Ik zal je niet teleurstellen. Hey, tot
Joep. Ga je mee op? Ja. Hey. Zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten houden? Ja. Wat dan? Nou, het moet niet te zoet. Niet te zoet? Het moet wel goed uitzien. Mm-hmm. En niet te zout. En niet te zout, ja. Hi. Gaat toch? Ja. Ja. Wat was je aan het doen? Niks. Wauw. Alsof je een heerlijke tropische cocktail drinkt. Niet weer met je vingers erin zitten? Nee. Oh, kijk. Hey, succes met je appel. Ik ben klaar, ik ga de opmaak doen. Dit is precies wat ik nodig heb. Voor mijn tropische smoothie. Hey jongens, zijn we bijna klaar? Rachel, ook bijna klaar? Hoe lang heb ik nog? 10 seconden. 4, 3, 2, 1. Ja. Nee, dat mag niet. Oh, ik word hier zo zenuwachtig. Leuk, Rachel. Ziet er ook heel gezond uit. Nou jongens, dan gaan we maar eens proeven. Ja. Oh, zeker lekker hoor. Had wel wat meer variatie in gemogen. Ja, wat meer rode bes. Wat meer rode bes. Je mist hem wel, hè? Oh, ja, dat smaakt als het strand. Ja. Hartstikke lekker. Maar misschien een stukje groente of wat nootjes. Ja, ik heb ze er wel bij liggen als snack. Kijk, hartstikke lekker. Ja. Goed genoeg om naar boven te gaan. Let's go. Albert, mag ik alsjeblieft 1 partje van jou? Ah, tuurlijk. Hier. Hartstikke leuk. Maar pas als de jury helemaal compleet is, kan er een winnaar worden uitgeroepen. De spanning stijgt. Nou, ze zijn nog steeds overtuigd dat Rachel de lekkerste heeft. Oh, je mond. Zal ik mijne dan maar eerst presenteren? Ja, doe dat, meid. Ja. Dit is niet zomaar een smoothie. Dit is een experience, oké? Dit is een helm die je opzet. En dit ziet er misschien heel gezond en groen uit. Maar dat is het niet, want als je je ogen zo meteen dicht doet, dan proef je... Schildpaddenkots. Dan proef je snoep. Let maar op. Nou, wie wil er eerst? Jij? Nou, ja. Ja, daar komt ie. Oh, lekker. En wat proef je voor snoep? Oh, hij loopt door. Oké. Ik vind het niet zo lekker. Maar dat komt omdat jij niet van snoep houdt. Oké, Liv, laat je niet beïnvloeden. Hij mocht nog wel iets zoeter. Iets zoeter dus, ja, nee. Dat is ook echt het enige wat eraan schort. Ja. Helder, doe even collegiaal. Jullie liggen hier dan wel in het ziekenhuis. Maar vandaag ben je dankzij dit drankje op een prachtig tropisch strand. Heerlijk in de zon, netje lekker ingesmeerd met zonnebrandcreme. Je hoort een briesje, je hoort de zee. En dan, om het allemaal nog lekker spannend en leuk te maken, heb ik hier ook nog echt fruitbloed. Goed hard erin spuiten. Ja, prachtig voor het mooie rode effect. Jij nog? Bam. Kijk eens hoe leuk dat eruit ziet. Jullie mogen lekker een slokje gaan nemen. Hij is wel heel lekker zoet. Hij is lekker zoet. Ja? Maar ik vind het wel een beetje papperig. Jij vindt het papperig? Ja. Oké, en jij nog? Hij smaakt wel naar banaan. Ja? En ik ben niet zo erg van de banaan. Heb je er banaan in gedaan in een smoothie? Dat is toch lekker, tuurlijk. Oké, het moment van de waarheid. Zullen we beginnen bij de professional hier? Nou, mijn professionele mening hiervoor is dat Herbert toch wel gewonnen heeft. Yes! Had er iets meer over nagedacht. En ja, het ziet er ook gewoon nog eens heel goed uit. Dus, Dankjewel. Oké, Liv, jij dan? Ik vind die van Rachel lekkerder. Ik vond het ook wel leuk hoe het werd gedaan. Ja toch? Dat was echt een experience. 1 hele duidelijke professionele stem voor mij. 1 vrij subjectieve stem voor Rachel. Sabna, jij mag de beslissende stem gaan uitbrengen. Ik ga voor Elke. Yes! Dankjewel. Hey. Dankjewel. Nou, gefeliciteerd, Elbert. Doe jij ook tijd. Ja. Ja, en zo zie je maar weer dat keukenheld zijn in het ziekenhuis echt wel een hele klus is. Ja, kom veel bekijken, want echt zo, serieus, om deze smaak te krijgen, moet je dus ook echt naar een heel bepaald strand toe gaan om deze bijvoorbeeld te oogsten. Die moeten echt bij ons aan de grond geplukt worden.